Wij reizen af naar het noordoosten om daar op zoek te gaan naar de Lost Cannons. Die zijn namelijk gestolen. En zonder kanonnen kunnen wij niet onszelf verdedigen. Dus ik ben het hele spel al mezelf aan het verdedigen met een bijl. Maar de mensen in de stad zeggen het kan niet zonder kanon. Ik wil niet in die poison grond gaan staan. Trollen, wat is dit? Fleshwarp casks. Een helm die mij bijzonder veel bonussen geeft. Die kan ik ook niet opzetten, ik ben te laag level. Ik moet hier doorheen. Mij ook damage en we zijn in de conflagration. Heel goed. Hier ga ik op zoek naar de verloren kanon. De verloren kanonnen in de conflagration. Level up, alles goed. Hier zitten ook heel veel crystals in. Het lijkt erop dat ik toch in die poison moet gaan lopen. Zo. Nog een beetje die giftige grond te ontwijken. I can't do that yet. Mighty plate harness, minder goed dan wat ik heb. Hier kunnen we weer opblazen met dynamiet. Als ik het heb, waarom niet? Dit is allemaal de conflagration. Er is hier ook een bos. Die is ook dood. Raider Fellblade. Die heb ik opgepakt, ik weet niet waarom. Die zijn slecht. Mijn beest loopt hier doorheen, maar die gaat ook gewoon dood hiervan, hè? Van die giftige grond. Devotion level, die Ether Crystals, die wil ik meenemen. Maar ja, ik ben ook op zoek naar die vermiste kanonnen. Hier niet zomaar doorheen. Dit loopt dood. Port Valbury Outskirts. Waar ben ik? Niet waar ik moet zijn voor mijn quest, dus ik ga hier niet naartoe.
Mijn quest speelt zich af in de conflagration. Dus dat moet ik eerst doen. Zal wel moeten. Weg uit de poison. Goed gebruik maken van de lifesteal. Ik zie nog geen sterren op de kaart, dus ik ben nog niet bij de missie objective. Het gebied lijkt ook inderdaad wel groter dan dat het op eerste oog lijkt. Hier moet ik ook weer doorheen. En daar ben ik door mijn rations heen, dus ik kan niet automatisch healen. Het is allemaal conflagration, alles. Recover the lost cannons. Magic metal, kijk het op de map. Dan loop ik nog steeds goed. Ziet er weer allemaal onveilig uit om te lopen. Nou ja, het is onveilig om te lopen, maar het is ook de enige weg om te lopen. Daar kan ik er weer doorheen. Dan loop ik hier doorheen. In mijn hoofd niet te sterven. Die vogel is een bos. Eye of the Beholder. Epic helm. Maar nog steeds niet te komen. Loopt dan weer dood. Waar zijn de kanonnen? De lost cannon. Lost armament. Dit is een huis. Possessed apprentice. Geen wands. Dit huis levert mij ook niks op. Nu kan ik weer doorheen. Ik probeer er doorheen te komen zonder in de poison te lopen. Het gaat nog niet zo makkelijk.
pleetmail, die is beter dan wat ik heb, maar die kan ik niet aan. Deze helm is ook beter dan wat ik heb, die kan ik ook niet aan. Ben ik te slap voor dit gebied? Nee, lijkt me niet. Die vijanden, die kan ik allemaal maken. Fuck is dit? Herald of the Flame, level 40 Ethereal. Een nieuwe dynamite. Altijd meegenomen. Hier is een ster. Ah! De Lost Cannons. We will not be able to claim these while the Herald of Flame is still alive. Ja. Yeah. Level 40 Herald of Flame. We zagen hem al. Vijanden zijn allemaal level 40 hier. Oh, ik ga dood. Ja, dat dacht ik al. Level 40, Herald of Flame. Ja, die kan ik nog niet aan. Level 34. Maar level 40, Herald of Flame, kan ik nog niet aan. Dus dan moet ik toch eerst naar de normale main quest. Clear out clusters near the homestead. Ja, dan hebben we dat toch eerst te doen. Homestead Farmer. Die zie ik op de minimap. Oh nee, ik dacht dat ik een shrine zag, maar dat zie ik niet. Hier kan ik niks. Nee, dan moet ik toch naar een andere plek. Destroy the Ethereal Amalgamation. Clear out the Dermaratoran Egg. We moeten toch maar naar het noorden, maar die level 40 fire ding, die kan ik niet aan. Misschien als ik heel erg geduldig ben, maar dat ben ik niet. The Withering Fields. Is dat waar ik naartoe moet voor de main quest? Cross the infested farms and rotten croplands to the west of Homestead. In the infested fields. Head out to the infested fields. Kijk op de kaart. Dit is Withering Fields. Infested farms. Rotting croplands. Dat moet naar het zuiden. Daar moet ik naartoe. Ik moet aan de andere kant het dorp uitlopen. Dat is het.
dorp in en dan aan de onderkant het dorp uitlopen. Oh, wel handig zo'n kaart, hè? Hier zo. Thornsbury Farm. Kijk, dit is een nieuw gebied. Kijk, Urban Rap level 35. Dit moet ik eerst doen. Niet meteen naar die level 40 dingen. Clear out the egg clusters. 2 van de 10. Als we die eggclusters vernietigen, dan komen er ook minder van die beesten, is denk ik de gedachte. Geen eieren is geen beesten. Hier is een huis. Kan ik iets in dit huis? Nee, ja, er ligt loot in het huis, maar dat is de enige. Hier moet ik even omheen. Eieren vernietigen, 10 van de 10. Ja, return to Douglas. Kijk, nou, dan kan ik eerst nog eventjes hier een beetje op ontdekkingstocht en dan ga ik daarna terug naar Douglas. Dan hebben we het hier allemaal weer wat leefbaarder gemaakt. Hier is een schuurtje. Daar ligt loot. Food rations. Kijk, alle vijanden die we zien even killen. Dat is allemaal weer XP, hè? En alles wat lijkt dood te lopen. Even clearen. Dan zie je weer een huis. Dyla's Diary, krijgen we een quest van. Return the diary to Dyla Thornsbury in Homestead. Hey. Dan vinden we zo een random quest. Dyla's Diary, die kunnen we ook terugbrengen naar de Homestead. Even kijken, hier kunnen we de brug over. Infested Farms. Ja, hier moesten we die bos killen. Dat ik het goed had gezien. Infested fields. You have destroyed the egg clusters. Deze. You are to cross the infested farms and roll in croplands to the west of Homestead. Oh ja. Daar vind ik dan de amalgamation. Vigorous mark of squalls. Excerpt from the diary plus 1000 XP. Ik blijf maar naar het westen gaan, hè? Dat is de bedoeling volgens mij. Hier vijanden genoeg. Hé, hey, een shrine. Kijk, lekker.
Minder goed. Even goed, dank deze, ja. Minder goed. Maar wel een devotion point. En ik was bezig met deze. Nee. Ik was bezig met... Hier, de fox. Ja. Met bleeding damage. Daar was ik mee bezig, hè. Hier de trap op, dat leidt naar niks. Ja, ik blijf maar lopen. Skills genoeg. Rotting croplands. Dat klopt, ik moest door de Rotten Croplands. En daar ging ik dan uiteindelijk die Amalgamation vinden. Naar het westen. Hier zie ik een fast travel op de map, die wil ik wel even pakken. Kijk, Rotting Croplands Rift, hartstikke handig. Hier is een bos. Bildrick Void Touch. Die hadden we vrij eenvoudig dood. Deze geeft meer defense. Destroy the ethereal amalgamation. Daarvoor moesten we naar het westen blijven gaan. En de ethereal amalgamation, dat zal een enorme vijand zijn, denk ik. In huis. In het huis is niks. Dit loopt dood. Hier is weer een groot open veld met loot. Food rations. Vijanden pakken we maar weer aan. Hier weer een enorm huis, weer met niks. Ten braces, minder goed, minder goed, minder goed. Het is allemaal rotting croplands. Er is nog geen zicht op de ethereal amalgamation. Hier wordt gevochten onderling tussen die vijanden. Briar thorns. Het loopt weer dood. Hier zijn we dan weer gewoon op de grote weg. Ingang van een grot. Ja, waar gaat dit heen?
The Gruesome Harvest, is dat waar ik moet zijn? Dear Homestead, you have to cross infested farms where the crop runs in order to enter the Gruesome Harvest. There you will find the ethereals. Okay, dan ben ik goed gelopen. Ik ben nu in de Gruesome Harvest. Hier ben ik op zoek naar de Amalgamation. Een grote bos, waarschijnlijk. Vijanden blijven killen. Worden we sterker van. Nog een huis. Met twee kistjes. Shield, plate harness, minder goed. Decaying iron claymore, min 500 damage. Hoe kan dat nou, hè? Als je nu nog items vindt die zoveel slechter zijn. Terwijl ik in een gebied loop wat een hoger level is dan waar ik ben. Hoe kan het? Ik kan daar niet omheen. De Gruesome Harvest is wel waar ik moet zijn. Kijk, vijanden genoeg. Weer door die ethereal heen. Waar mijn beest nauwelijks damage van krijgt. Kijk, nou komen we in een soort van complex. Het lijkt een gevangenis. Meer armor, maar required player level heb ik niet. Min 1000 damage. Min 1000. Hoe dan? Wat ik moet doen. Uitkijken dat ik uit die ethereal gronddingen blijf. Die doen mij echt een hoop damage. Daar is hij. Die amalgamation. Wegwezen. I can't do that. Hij zet mij klem. Ik loop in die val. Ik weet niet wat dit betekent, maar het is niet goed.
Amalgamation. Wat een beest. Hij is ook dood. Die is minder goed. Die is minder goed. Return to the homestead. Nou, we kunnen alles inleveren wat we gevonden hebben. Bijna alles. Wij gaan terug naar de homestead. En we gaan aftikken. Quests aftikken. Want we kunnen er 3 inleveren. Hier is de eerste, dat is boven. There was much commotion reported in the area around the gruesome harvest. I see your reputation is well earned. Levelen. The Legion, my scouts have reported back from the lands to the north. The situation. Daar krijgen wij ook een nieuwe quest van. Hier kan ik een quest inleveren. Tyler's Diary hebben we gevonden. Hier kunnen we nog nieuwe quests ophalen ook nog. Kijk, is weer genoeg te doen. Hier kan ik nog wat inleveren. Slay the Queen. Speak to Ulgrim at Homestead. Was die gebleven? Speak to Ulgrim. Waar is hij? The Blood Grove. Daar moet ik naartoe, dat is ook de Blood Grove. Speak to Ulgrim at Homestead. Waar is hij gebleven? Is hij vandoor gegaan? Het lijkt erop dat Ulgrim er vandoor gegaan is. See you around. Vreemd genoeg. Maria Oldbarrow. Nee, het lijkt erop dat Ulgrim er vandoor is gegaan. Dat is gek. Waarom krijg ik dan die quest? The one you call. Ja, hier. The one you call Ulgrim has a. The one you call Ulgrim has asked you to speak to him, but I is not here. Oh, you both start. Just the person I'm looking for. There are 2 other groups of survivors in the region. Choose between Kaimon's Chosen and the Order of Death's Vigil. I have come to represent Kaimon's Chosen, as the one you call Ulgrim has requested. What can you tell me about Kaimon's Chosen? Divine Flame Saver of Humanity.
I'll train you well armed. Okay. Spirituele leider. The one you call Ulgrim has asked to speak with the Order. Seekers and preservers of knowledge. Trained in necromancy. Dat lijkt me niet mijn bedoeling. Necromancy. Nee, dan gaan wij voor de. We gaan niet voor necromancy, we gaan voor normale mensen. Ja. Bij ons chosen gaan we voor. Nou, dan hebben we die afgerond. Speak to Brother Anuvius. Dat is dan ergens anders, de conflagration waar we al geweest. Ja, dan is onze volgende taak om naar de Blood Grove af te reizen. Daarvoor moeten we inderdaad. Vanuit de Rotting Croplands dan toch gaan, denk ik. Nou, we gaan het meemaken. Als ik weer even terugtravel naar mijn point. Hierin gaan staan en dan hier. Waar we die boss hebben gekillt. Hier niet echt een route die nog verder gaat, hè? Nee. Nee, nou, dat gaan we de volgende keer uitzoeken. We zijn in de homestead, gaan we weer terug. We ronden deze video af en de volgende keer gaan we kijken hoe we bij de, wat was het? Blood Grove kunnen komen. Dus graag tot dan.